En president Chan Sant'Okki heeft per presidentieel besluit bepaald dat de tijdelijke waardering die bekend staat als de kabinetstoelage wordt afgeschaft. Dat meldt de communicatiedienst in een persbericht. Deze toelage kregen functionarissen die werkzaam zijn op het kabinet van de president. Het staatshoofd wil hiermee een aanzet geven voor besparingen en bezuinigingen. Om de economie zo gauw als mogelijk op spoor te krijgen, zullen de genomen maatregelen bestaan uit het verhogen van de inkomsten en het beperken van uitgaven. Hierdoor zal de regering de nodige balans brengen in de economie. Met de afschaffing van de kabinetstoelage zal maandelijks een bedrag van 2,3 miljoen bespaard worden.